dan hebben we over. En dan zie ik hem gewoon om 10:30 s'avonds zo. Niet heel veel later werd ik vrijgezel. Ik ben gewoon echt emotioneel van... Wat een heerlijke verrassing. Hallo dames en heren, welkom bij een nieuwe vlog. En het is een hele bijzondere dag. Want vandaag gaan Wout en ik 2 jaar met elkaar. Ja jongens, 2 jaar. Het is lang, het is kort, het is maar wat je ervan maakt. Hier zit hij, de man in kwestie. Ja, ho, ho, ik ben hier. De man in kwestie. Ik ben een geheime missie bezig. Oh. Oh nee, deze lieve schat leerde ik exact 2 jaar geleden kennen. En dat kwam omdat meneer... zich verveelde. Mijn bericht stuurde op Instagram. Ja, omdat ik me verveelde. Zo hebben we elkaar ontmoet. Kwam natuurlijk omdat ik jouw billen op Instagram voorbij zag komen. En toen dacht ik, die moet ik een berichtje sturen. Jij stuurde een heel origineel berichtje, namelijk iets over mijn billen. En dat je een aantal vlogs van mij en Fiet had bekeken. En dat je heel grappig vond. En dat je mij heel grappig vond. En of we een keer wat konden gaan drinken. Ja. Het was gewoon een heel eerlijk berichtje, dat was precies wat het was. Ja, ik vond je grappig en ik vond dat je hele mooie billen had. Ik dacht, nou weet je wat ik doe? Ik stuur je gewoon dat op, want dat is wat ik vind. Nee, ik vond het dus best wel origineel berichtje. Maar ik had toen een vriend, dus ik had wel gereageerd op jou. Ja. Want ik vond, ik gaf jou een 10 plus voor je... Voor de moeite. Voor de moeite en de spontaniteit. Maar ik zei, nee dank je, ik heb een vriend. Zei, ja, helaas, nou, daar gaat het over. Ja, nee, toen zei ik van, nou mocht je ooit nog vrijgezel zijn, stuur mij als eerste even een berichtje. Dat heb ik teruggestuurd. En wat had ik toen gedaan? Niet heel veel later werd ik vrijgezel. Laten we zeggen 4 maanden later of zo. Ja, en toen stuurde ik Wout dus alleen het woord drankje met een vraagteken. Ja, maar toen stuurde ik weer, nee, sorry, dat kan niet, want ik ben nu met iemand aan het daten. Ja. Dus dat ging lekker. Toen was hij weer iemand aan het daten. En toen dacht ik wel, nou ik dacht wel van, jij bent wel een eerlijk persoon. Dat je dus niet van 2 walletjes eet. Ik had bij jou dus blijkbaar het gevoel dat ik het niet gewoon even ertussendoor wilde fietsen. Dat voelde ik bij jou niet. Ja. Ik dacht bij jou meer van, oké, als ik met jou afgesproken wil ik ook echt een date. Dan wil ik met jou uit eten, wil ik iets gaan doen, wil ik je leren kennen. Want ik had het gevoel dat het bij jou 2 kanten op kon vallen. Ja. Of vond je het gek, of vond je het verschrikkelijk. Precies, nou toen zat ik zo in zijn hoofd. Dus 2 weken later stuurde hij mij een bericht van zullen we wat afspreken? En toen hebben we afgesproken. Je doet gewoon net alsof je me niet hoort soms, vind ik heel leuk. Ja, ik negeer jou gewoon. Nee, en toen zijn we wat af gaan spreken voor het eerst in Champagneria in Oud-West. In een... Hey, dat is Luca. De baby's huilen. Oh, nou die kunnen wel 1 minuut wachten om even het verhaal afmaken. Ja, en, ja Champagneria. Champagneria en wij ontmoeten elkaar en het was gewoon meteen gelijk dit. Ja. We dachten allebei... Op het moment dat jij je voordeur opendeed, stapte je naar buiten en dacht ik... Nou, wat leuk. Gewoon alleen maar dat. Wat leuk. Ik vond je en heel lekker. Dat is 1 ding. Ja, nou ja, dat is ook wel belangrijk. Je kwam naar buiten en dacht ik zo, lekker ding. En toen begon je te praten, toen dacht ik, ga door. Zeg maar. En sommige mensen beginnen te praten en denk je, stop maar. En bij jou dacht ik, ga door. Dat is leuk, toch? Ja, ik had dat ook bij jou. Het voelde gewoon meteen helemaal vertrouwd, maar ook spannend. Ja. En we konden alleen maar lachen met elkaar en ja, het was uiteindelijk gewoon... ook eigenlijk niet van elkaar afblijven. Het was het einde van de avond dat ik al mijn hand op jouw benen en zo. Het was gelijk al die fysieke aantrekkingskracht. Ja, zieke chemistry. Maar jij hield wel netjes ook de boot af en ik ook wel een beetje. We gingen niet gelijk al in, zeg maar. Dus nee. we hielden het toch spannend, zeg maar. En dat was gewoon zo tof die date. Het was op alle vlakken was het gewoon gaaf. Ja, het was gewoon... We raakten ook letterlijk... niet uitgepraat. Nee, we werden weggestuurd. Ja. Die jongens die achter de bar die moesten keihard om ons lachen. Want op een gegeven moment stonden we dus te zoenen. Dat was heel leuk. Aan de bar. Ja. En tegen de bar aan te dansen. En helemaal gewoon... Ja, helemaal maar gaan het was dansen. Helemaal geen danskroeg of zo. Champagneria is gewoon leuk voor een drankje. Ja. Alleen wij stonden er helemaal te dansen. Op een gegeven moment gingen ze lichten aandoen. Wij gingen gewoon door. En ze jongens, volgens mij hebben jullie het heel erg naar je zin. Dat klopt. Maar we gaan echt dicht nu. Hey, het was zo leuk. Ja. Ja, en toen zijn we echt als een malle gaan daten. En ja, weet je, het was natuurlijk ook... Wout die werkt natuurlijk als model en is dan steeds een aantal dagen weg en zo. Maar dus als hij thuis was, nou, dan waren meteen. Wij gewoon 5 dagen achter elkaar met elkaar samen. Ja.
Dus we hebben niet zeg maar een soort van normaal gedate dat je elke week, weet je wel, elk weekend iets gaat doen. In het begin deden we het wel inderdaad, dan was ik bijvoorbeeld 3-4 dagen weg. Maar daardoor zeg maar was ik al bijna een week weg door werk. Ja. En als we elkaar dan weer zagen, dan bleef ik ook vaak gewoon slapen. Want jij woonde toen op de Nassaukade. Ja. Dat vergeet ik nooit meer. Zo'n heel klein studiootje. Terwijl ik dit huis had, sliepen we eigenlijk daar meer. Omdat ik gewoon... Het was te leuk. Ja, ik vond het helemaal leuk. Zo'n heel klein studiootje bij jou. Ik voelde me weer een soort van student. En dan bleef jij gewoon 4 dagen logeren. En dan gingen we opeens weer naar jouw huis. En bleven we hier gewoon 3 dagen zonder het huis te verlaten. Nou, het was echt meteen gewoon zo chill. Ja. Volgens mij hebben we in die eerste 2 maanden, 3 maanden ook helemaal niemand meer gezien. We slokten elkaar gewoon helemaal op. Ja. Letterlijk maar dat figuurlijk. Maar dat gaat wel zo. Nou ja, en toen werd het gewoon al heel snel serieus. Omdat je elkaar zoveel ziet. Je bent allebei boven de 30. En je denkt van, holy shit. Laten we kinderen maken. Zometeen. Ja, dit is het. En toen hadden we, mei 2019 zeiden we... Van, zullen we die spiraal eruit halen? We hadden het al heel veel over kinderen gehad en zo. Wanneer gaat dat ding er nou eens uit? En dan zei je, hè, echt? En dan zei ik, nee, grapje. Dan krabbelde ik weer terug. Nou, ik vond het ook spannend. Want ja, kinderen neem je niet zomaar met iemand. Nee. Maar ja, we kenden elkaar toen 9 maanden. En we hadden echt allebei zoiets van... Ja, dit is het. Dit is for life. Ja, ik wil kinderen met jou. Hoe leuk. En nu hebben we er 2! Ja, en ik ga ze even halen, want ze zijn hysterisch. Dus dat is ons verhaal. Ik heb een verrassing voor Wout vanavond. Hij weet nog van niks. Nee. Behalve dat opa en oma komen oppassen en dat ik iets heb geregeld. Jongens! Oh, schatjes, we komen hoor. Dus dat gaan jullie allemaal zo zien, hè? Straks. Hey, lievertjes. Hey. Is dat zo'n huilie? Hey. Hey! Wolfie. Oh, Wolf is helemaal in zijn hel. Kom maar, schat. Oh, Loefje. Ben je zo'n lieve schat? Had je een nacht mee? Ben je zo'n lieve schat? Oh, lekker boertje. Luca, ga jij met mij mee? Ik ga jou oppakken. Aangekomen in Amsterdam. Oké, wij zijn aangekomen bij Gertrude. Nou, er werd even een foto gemaakt, een Polaroid. Wachten nu. Nou, hij moet nog even. Het resultaat begint al te komen. Ja? Maar even delen. Ja, dan gaan we zo even laten zien. Ja, zo meteen komt hij. Ja. Maar ik heb nu. Ik heb net. Misschien heb je het net al gezien, maar ik heb iets geweldigs gekregen: namelijk baargoud. Voordat ik Wolf en Luca op de wereld heb gezet. En ik ben. Dat is toch leuk hoor. Push present. Push present. Nou, ik ga het nu laten zien. Kijk even hoe geweldig. Een goud schakelarmbandje. Heeft Wout ontworpen met de 3 geboortestenen van Luca, Wolf en mij. Want we hebben allemaal als geboortesteen, wij drieën, amethyst. En het is, nou, ik kan niet uitleggen hoe blij ik hiermee ben. Zoals je ziet is hij ietsje te klein, dus we gaan nog even 1 of 2 schakels erbij zetten. Maar ik ben zo ongelooflijk, dit is me zo dierbaar, niet normaal. Zo speciaal dat ik nu iets van jou heb gekregen voor mijn bevalling. Ja. Wolf en Luca. En dan al helemaal dat jij het hebt ontworpen. Leuk toch? En dat we alle 3 dus dezelfde geboortesteen hebben, amethyst. Ja, ik val wel een beetje buiten de boot hier in deze familie. Allemaal vissen. Ja. En meneer is weer waterman. Maar dat scheelt 1 dag. Op de dag, hè? Ja. Nou, sterker nog, die overgang is op 19 februari. Ja, ze zijn geboren op... Als Wolf en Luca op 18 februari waren geboren, dan waren ze waterman geweest. Ja. En nu zijn ze dus net... Beter wel, maar ja. Nee. Zo geweldig. Ik vond het zelf ook helemaal leuk om hier... Hij lag al een week in de kast. En ik vond het zelf ook helemaal leuk om hier naartoe te gaan, wetende dat ik dit ging geven. Hoe moet je rusten? Ja. Nou toch? Ja. Wat gek. Nou schat, en we gaan nu lekker eten bij Gertrude. Een heel leuk tentje in Amsterdam. Oud-West. En ik heb er heel veel zin in. 2 jaar samen. En daar zitten we hoor. Kijk, ze zitten. Heerlijk. Zo'n leuk tentje. Wat een heerlijke verrassing. Heb je dat al verteld dat je mij hebt verrast? Ja, dat vind ik echt leuk aan jou. Dat jij mij verrast. Ja, nou dat verdien jij ook. Ja, maar dat is heel leuk. Want dat doen volgens mij niet heel veel. Soms is het in een relatie, dan komt het van 1 kant of zo. Dus de ene die doet altijd verrassingen of die boekt de vakanties. Of die weet je, die doet alles. Ja, en dat slijt er dan bij in. Ja, dat gaat gewoon zo. En heb je het niet door. Maar bij ons is het zo leuk, vind ik. Dat het heel.
dat het het gaat heel erg gelijk op. Ja. Gewoon. Ik had dit gewoon niet verwacht. Jij doet allemaal leuke dingen voor mij en ik doe allemaal leuke dingen voor jou. Ja. En dat voelt gewoon heel goed. Ja. Goedemorgen, het is 7:30 en ze hebben honger. Hi! Hi, schatjes! Hi! Lekker! Oh. Vet leuk, ik heb er allemaal nieuwe kleertjes binnen. Had ik besteld bij Lofies. Een jasje en dan met een broek met wijduitlopende pijpen. En dit t-shirtje. Helemaal blij mee. Ik vind dit trouwens ook wel een leuke look. Helemaal lekker hysterisch. Love it. Het was zo leuk gisteren uit eten. Gewoon een geweldige avond gehad. Het voelde echt weer helemaal alsof we helemaal aan het daten waren. Zoals in het begin. We waren ook allebei een beetje een soort van zenuwachtig. Omdat we ook apart aankwamen van elkaar. Dat kan ik je echt aanraden. Dat als je weer met elkaar uit eten gaat. Of naar de bioscoop of whatever. Om dan niet samen van huis te vertrekken. Want dat doet iets met je psychologisch. Dus wij waren helemaal excited. We hadden ons er ook zo op verheugd. Het was echt gewoon ja, gelachen en eindeloos gepraat. En ach, zo heerlijk even met z'n tweeën echt zeg maar eruit. Want we zijn best wel vaker uit geweest dat er ook vrienden bij waren. En nu, ja, nu gewoon echt met z'n tweetjes. Het was helemaal romantisch ook en zo. Dus daar kan ik wel even op teren. En we zijn helemaal vergeten om het cadeau van Wout te laten zien. Want ik had natuurlijk ook iets voor hem gekocht. Iets speciaals. Dus ik ga even zo naar beneden lopen en laat ik het jullie zien. Wout heeft een nieuw vest. Nou, die wordt ingepikt hoor, deze winter. Dat dacht ik niet. Zo so chill. Dus. Maar laat even de ketting zien die ik jou heb gegeven gisteren. Hoi. Kijk dan. Wacht, deze had ik al. Het gaat om de ronde. Het gaat om de... Okay, het is dus... Deze even weg. Ja. Maar dit is hem, jongens. Het is hamer geslagen. En het is net als Noord, Zuid, West, Oost. Elite. Noord, Oost, Zuid, West. Oh, ja. Noord, West, Zuid, Oost. Noord, West, Noord, Oost, Zuid. Windroos. Noord, Oost, Zuid, West. Elise, Wouter, Luca en Wolf. Of Elise, Wolf, Luca, Wouter. Dat mag je dan zelf dat invullen. Dat mag je zelf. En dan de achterkant is gewoon zo. Hij staat mooier op blote huid met tepels, moet ja. ik zeggen. Nee, maar dat krijgen jullie pas te zien na mijn lactose- en glutenvrije periode van 2 maanden. Dus nu heb je ons altijd bij je. Ja, tot die tijd. Geen tepels meer, jongens. Helaas. Zo. Ja, maar heel chill. Voelt ook goed. Ik voel hem hier precies zo. Met mijn hart. Oh, dat is lief. Heel veel mensen denken dat hun hart hier zit, maar het is niet waar. Nee, zit toch hier? In het midden. Je hart? Ja, bij mij zit die hier, ja. Vet leuk, want mijn video met NC die staat online op YouTube-kanaal van NC en op hun website. En dan in 7 minuten zie je mijn dag. En ja, ik vind het wel echt heel leuk geworden. Oké, ik moet vet opschieten, want ik moet even wat kleertjes klaarleggen. Want ze zijn zo met opa en oma, wij gaan naar Amsterdam. Oh, ik ben nu echt in zo'n fase dat het allemaal net te klein is. Dat ik weer allemaal dingen moet kopen. Deze broekjes die passen ze nog wel. Dus die gaan we doen. Volgens mij zijn deze t-shirtjes alweer te klein. Oh jongens, ze groeien zo hard. Het is insane. Oh nee, ik doe die lange mouw die zit in de was. Dan moet ik luiers hebben. En billendoekjes, ja. Ik ben mijn camera vergeten thuis. Dus ik doe het even met mijn telefoon. Maar ach, ik ben gewoon echt emotioneel van de reacties die ik lees onder de video. Waarom ik voor mijn 30ste geen kinderen heb gekregen. En ik word emotioneel omdat het een hele persoonlijke video is. En ik heb echt ook ja, getwijfeld om die wel of niet te delen, dat verhaal. Maar toen dacht ik, nee, ik moet het gewoon delen. Want ik zou er zelf ook zoveel aan hebben als toen ik me nog zo slecht voelde. En zo gefixeerd was op een familie krijgen. En ja, ik zat gewoon echt met mezelf. Heb ik echt ook wel in de knoop gezeten. En ik krijg nu zulke lieve DM's. Gewoon, dat maakt me gewoon emotioneel. Omdat er nu... zoveel vrouwen mij een bericht sturen dat ze door hetzelfde heen gaan. Dat het vuurtje in hun weer wordt aangewakkerd door het zien van mijn video. Nou, weet je, een mooier compliment
kan ik gewoon niet krijgen. Als ik zoiets kwetsbaars deel met de rest van de wereld. Wat ook heel spannend is voor mij. En dat ik zulke lieve DM's krijg. En ook in de comments onder die video. Mensen die zo eerlijk ook hun eigen verhaal delen. En vertellen dat ze door hetzelfde heen zijn gegaan. En nu door hetzelfde heen gaan. Ja, sorry. Ik dacht, ik zet even nu mijn camera aan om even een rauwe, hoe noem je dat? Mijn rauwe emotie aan jullie te laten zien hoe te gek ik dat vind. En dat, dit is zo mooi aan YouTube en aan social media, dat je gewoon echt elkaar kan helpen. Ik denk ook iedereen die onder mijn vlog dan weer hun verhaal deelt en comment, dat die helpen ook weer andere vrouwen die dat lezen. En ik vind dat zoiets moois. Wout belde even tussendoor, want die is nu Polaroids aan het maken bij zijn modellen agency. Dus ik wachtte even in de auto en toen ging ik alles lezen. Nou ja, dit wilde ik gewoon even delen. Dat ik het heel mooi vind en heel erg waardeer. Dus dankjewel. En ik heb bij God geen idee waar de camera was net met dit opnemen. Daar, volgens mij. Dus ik keek helemaal niet in de lens. Maar ja, oké, whatever. Ben niet perfect. Hey. Hoi Snack. Hoi. Ik heb mijn camera vergeten, dus het moet even zo. Oké. Nee, ja, doe jij het maar even lekker zo dan. Ja. Oh, leuk. Heb je leuk Polaroids gemaakt? Heel leuk. Heel leuk. Ja, en ze wilden heel graag mijn dingdong naar de klant sturen. Ik weet niet waarom, maar ik zeg nou, is goed, doe maar. Ja, ben niet zo moeilijk. Gaat een hele andere modellen carrière. Ja, we gaan een andere kant op. Het had iets met corona te maken. Ze zei ja, want tijdens corona willen mensen meer naakt zien. Ik zeg nou, ik heb daar nog nooit van gehoord, maar oké, let's do it. Ja joh. Nou, rijden. Wat een mooie foto ik heb gemaakt. Kijk nou. Oh, wauw. Prachtig. Ja. Dat vind ik echt. Daar word ik helemaal blij van. Dan loop ik eens over die grachtjes en denk ik, ach, wat een leuke stad. En ja hoor, dan is het gewoon weer avond. Ik ga lekker koken en dat doe ik met HelloFresh, een partner van mij. En wat ik vooral zo chill vind, is dat het altijd wel weer een verrassing is wat voor een heerlijk recept erin zit. Kijk, zoals je ziet heb je gewoon heel chill drie verschillende doosjes. Ik heb drie recepten besteld en daarin zitten gewoon de maaltijden. Dus dat is heel fijn, lekker overzichtelijk. Ik zet dit ook gewoon dan zo, huppa, in de ijskast, in zijn geheel. Zodat je niet hoeft na te denken en het er gewoon dan uithaalt op de dag dat je gaat koken. Maar nu zit ik dit wel te doen, maar ik moet eerst nog even kiezen wat ik ga eten natuurlijk vanavond. Kijk eens even, drie recepten. De kabeljauw, de pita met vegetarische dönerkebab. Ik eet geen vlees meer, wel vis. En de boekoeloekoe burger. Nou, ik denk dat ik ga voor... Hier, ik heb zin in de pita. Ja. Ja, yeah. Er is iemand blij hoor. Op de achtergrond horen jullie de FIFA PlayStation. Ik begrijp niet wat mannen daar leuk aan vinden, maar goed. Kijk, dit is ook heel chill, want je ziet gelijk de recepten voor volgende week. Dus dan kan je alvast een beetje koekeloeren wat je dan wil voor volgende week en lekker kiezen. Deze heb ik nodig, want ik zie de kebab. Nou, ik ga beginnen met de pita. Wat ik vooral heel chill vind aan de samenwerking met HelloFresh is gewoon, ja, je kan het altijd stopzetten wanneer je wil. Wij gaan bijvoorbeeld een weekje op vakantie. Nou, dan zet ik hem even stop in de app. Dus je zit niet echt ergens aan vast. En ik vind het vooral heel fijn dat ik gewoon niet hoef na te denken om, ja, wat ik moet maken. Ik heb dat echt al vaker gezegd, maar dat is ook echt zo. Je hoeft niet meer naar de supermarkt en daar doelloos rond te lopen van wat ga ik nou weer koken. Want dat vind ik altijd zo irritant. Ik heb gewoon inspiratie nodig. Zakje paprika erbij. Er is niks aan de hand, maar ik heb net uien gesneden. En dan zie ik er dus zo uit. Oh, wat heftig dit. Jeetje. Dit gaat lekker, dit gaat lekker, dit gaat lekker. Ruikt vooral echt heerlijk. Ga ik nu even deze krop sla snijden voor het slaatje. Tomaten gesneden, dus die kunnen lekker bij het saladetje. Oké, ik ga hem lekker proberen.
Oh ja, en voor ik het vergeet, ik heb nog een kortingscode. 4 keer 20% korting. Die verschijnt nu in beeld als het goed is. Kan je het ook proberen als je wil. Nog even om het af te sluiten. Ik vind het heel fijn dat ook alles vers is. Het komt gewoon direct van de leverancier. Verse producten naar je huis. En ja, dat vind ik wel vrij belangrijk. Gewoon lekker vers, gezond eten. Dus we gaan het nu proeven. Mmm. Vet lekker. Maar echt, hele lekkere kruiden. Heel nice. Oké, stress in de house. Het is namelijk nu 10 uur. 9:55 en loopt door. En ze krijsen nu allebei. Ik heb al net de hele tijd geprobeerd stil te krijgen, op te pakken, liedjes te zingen, te wiegen. Ze houden niet op, zoals je hoort. En normaal voeden we ze altijd om 11 uur. Maar ik ga nu flesjes maken en ik ga ze nu gewoon voeden. Want echt, ik krijg ze niet stil. En oh, het gaat gewoon door merg en been. Ik vind het zo erg. Als ze zo overstuur zijn. Ik vind het zo zielig. Oh, mijn moederhart kan het niet aan als ze zo in paniek zijn. En volgens mij hebben ze misschien nu gewoon honger. Ik weet het niet, maar niks helpt. Dus ik ga nu naar boven en ik ga ze allebei voeden. Hey, jongetjes. Hey. Rustig maar. Ja. Hey schatje, al die tranen, waar zijn er voor nodig? Waar zijn die tranen voor nodig, schatje? Zoals je hoort, helpt dit. Ik hoop dat ze daarna gewoon heerlijk gaan slapen. Ja, we zullen het zien. Oh, dit echt verlaagt mijn hele stressniveau ook zo erg. Je hebt geen idee. Dit is echt te grappig, want wij hebben net gelezen dat als je wil dat je baby kruipt, dan moet je het voordoen als ouders. Okay. Dus zij liggen klaar. Papa is weg, jongens, waar is papa? Papa is weg. Waar is papa? Hey, ja, daar is papa. Okay. Doe nog even voor, hoe je moet kruipen. Je ligt laag, jongens, je ligt laag. En een koebiel omhoog. Hey! Hey! Nog één keer. Nou, nog één keer. Waar is papa? Papa is weg. En dan komt papa omhoog. 1, 2. Hallo! Hey! Vind je dat zo leuk? Ja. Nou, nu jullie. Laat maar zien. Laat maar zien. Dit is toch geniaal. Vind je dat zo leuk? Zo lief dit. Nou, dit moeten we gewoon elke dag doen en dan opeens gaan ze kruipen. Ondertussen ben ik even lekker aan het kokkerellen, jongens. Heerlijk. Uh-oh. Oh. Iemand vindt het niet meer leuk. En een risottootje aanmaken met garnalen. Nou, dit wordt me wel lekker. Nou, we kunnen eten, schatje. Oeh. Ik heb erg mijn best erop gedaan. Ja, ziet er ook wel uit. Ja. En jij denkt dat ik die niet op krijg? Er is nog heel veel over in de pan. Nee, ik kreeg gewoon een beetje. Vind ik altijd een beetje jammer. Ik maak ook best wel veel en dan hoop ik van, oh, we hebben lekker voor de middag, hebben we warm eten. Nou, 9 van de 10 keer gaat dat niet op. Zo want hebben we niet gebruikt. Meneer heeft zoveel honger altijd. Ja. Dus ja, meestal gaat die pan op. Heel vaak ook, dan hebben we over. En dan zie ik hem gewoon om 10:30 s'avonds zo. Uit die pan zo het laatste restje vreten. Oh, dit is lekker. Ja? Mama. You did a really good job. Ik krijg heel vaak de vraag of ik mijn recepten wil delen. Heel veel staat op mijn Insta. En heel vaak is het ook HelloFresh. Dan maak ik gewoon hun receptje na. Maar gisteren hadden we er een. Ook heel lekker. Die was ook ziek. Ja, dat is een goede week dit. Maar dat kwam vooral omdat ik had gekookt gisteren.
Toen was hij zo goed, niet normaal. Nee, dat kan je niet ontkennen. Hij was wel heel lekker. Ja, daarom. Zeg ik toch, dat kun je gewoon niet ontkennen. Hé, hey. Eet smakelijk, hè? Hé, hey, eet smakelijk. Snoef. Snack. Niet doen. Niet doen. Zo smerig. Bout haat het als ik dit doe. Zo onaantrekkelijk. Oh mijn god, ik kan het niet eens aanzien. Oh, wat chill dit. Dit gaat ze weer filmen hoor. Dit moet ik even zeggen. Ik zit door mijn Insta heen te bladeren. Zie ik dit outfitje? Denk ik, nou wat cute. Dus ik zeg tegen Wout, vind jij zo'n legging leuk bij Wolf en Luca? Ik namelijk wel. Dus hij zegt, nou ja, wel hoe het hier is gecombineerd. Maar ik vind het wel een beetje kinderachtig. Dan zeg ik, schat, kijk even. Hoe oud is dit kind? Kinderachtig. Gewoon, hoe dan? Alsof het een soort volwassen vent is die een broek met regenboogjes aan heeft. Ja, ik vind dit wel een beetje kinderachtig. Voor een kind van 1 vind ik dit wel een beetje kinderachtig. Kom op zeg. Maar wij hebben zo vaak... Oh. Wout wil het liefst alleen maar even kleren voor de jongens. Ja. Oké. Okay. Af en toe vind ik het dus leuk om bijvoorbeeld iets met een sterretje te doen. Of een beertje erop. Ja, dan koop je dat voor jezelf. Ga je lekker op zolder zitten met je sterretje. En met je beertje. Ga je lekker mee spelen. Nee, ik vind dat niks. Dat kan nou, ik vind dat soms wel heel leuk. Dit is heel erg charming, dit. Zo? Oh, dat is mooi. Kijk. Ja, daar zijn we weer. Heel schat, we hadden het over iets heel belangrijks. Ja, dat kan over de styling van ons kid. De styling van onze kinderen? Nou, ik vind dat jij ze hartstikke leuk aankleedt. Ja, jij hebt nog nooit wat voor ze gekocht. Nee, doe ik niet aan. Onzin. Nee, alles wat ik koop, daar groeien ze binnen een week uit. Ik vind het ja, echt zonde van je geld. Moet je alleen maar naakt? Nee, gewoon een rompertje of naakt, ja. Ik ben ook altijd naakt. Of ik heb een romper aan. Ja, inderdaad. Waarom koop jij überhaupt kleren? Want je bent altijd in je tepels. Ja, dat is waar. Ja. Waar zijn je tepels? Nou, of een rompertje. Ik vind een rompertje ook wel heel lekker zitten. Soms dan slaap ik lekker in een rompertje. Ik zie mij aan een romper liggen. Oh, heerlijk. Nou krijg ik een rompertje. Zo'n volwassen romper. Oh. En gingen we trouwens nog even dat heerlijke Temptation Island USA kijken. Ja, zijn we ook weer aan begonnen. Dat is, nog dat is net zo slecht als Selling Sunsets. Nee, maar het is heerlijk. Dat zijn van die guilty pleasures. Dan ben je dus moe s'avonds en dan ga je zoiets kijken. Nou, ik vind dat fantastisch. Love it. Al die drama. Niet nadenken en gaan. Overdag, ja, Temptation Island USA is sowieso 100 keer beter dan de Nederlands, vind ik. En we hebben season 1 al gezien, dat was erg leuk tijdens mijn zwangerschap. En nu is het tijd voor season 2, dat is net online. Dankjewel voor het kijken. Oh ja. Dag. Leukerts. Dag lieverts. Hey. Dag schatjes.